Sinds wanneer staat er een supermoderne speedboot in Piratenland? Jongens, welkom bij Content Veen. We staan hier in mijn prachtige basis en ik sta hier bij mijn vissersplekje. En ineens is hier een supermoderne witte speedboot. En hij heet de Bosboot. Ik heb natuurlijk 2 afleveringen geleden 2 nieuwe boselfjes, oftewel 2 nieuwe piraten in het piratenhotel aangenomen. Of binnengehengeld, weet ik hoe je het wil noemen. En sinds dat zij er zijn, gebeuren er allemaal gekke dingetjes. Er is een camera bij het hotel verschenen. Er is ineens een moderne witte speedboot genaamd de Bosboot hier. Het is ongelooflijk wat voor gekke dingen hier allemaal gebeuren. Maar ik moet zeggen, hij ziet er wel leuk uit. Alleen het ding is, normaal ga ik hier lekker zitten, pak ik mijn hengeltje, ga ik even lekker vissen en zo. En dat kan nu niet meer, omdat de bosboot er staat. Ik moet echt even een hartig woordje met die boselfje spreken. Maar zoals ik zeg, niet alleen deze bosboot hier, maar ook, zoals ik net al zei bij het piratenhotel, een camera. Ze hebben gewoon een camera geïnstalleerd bij hun kamer. Kijk, ik kan natuurlijk wel naar binnen. Alleen het ding is, ik word wel in de gaten gehouden met alles wat ik doe. Ik weet niet hoe ze eraan komen. Maar ze hebben gewoon een camera geïnstalleerd. Ongelooflijk, die boselfjes. En over boselfjes gesproken, jongens. Ik moet mijn excuses ergens voor aanbieden aan jullie. Er is hier in de winkelvallei natuurlijk een mega groot nieuw gebouw verschenen. Genaamd de DBE. En de DBE houdt blijkbaar de spanning tussen de piraten en cowboys en de vrede in het continent van Content Veen in de gaten. Maar in de vorige aflevering en die aflevering daarvoor wist ik niet waar DBE voor stond. Ik was oprecht. Ik had echt geen idee. Ik kwam aan de boereneenheid of zo, maar dat is het natuurlijk niet. En toen gooide ik mijn video online en toen keek ik naar de reacties. En jullie zijn veel slimmer dan ik. Want de DBE staat natuurlijk voor de boselfjes. Duidelijker kan het niet, maar ik heb het gewoon niet doorgehad. Ze hebben hier natuurlijk ook TNT staan of TNT staan en er staat hier letterlijk een bordje met betreden is boom boom. En ze hebben de Boom Boom winkel. Dus het was zo duidelijk dat DBE voor de boselfje stond. Maar ik met mijn domme kop kon daar gewoon niet aan denken. En ik had geen idee waar de boselfje of de DBE voor staat. Maar we weten nu, jongens, de DBE, het gebouw dat hier staat, is van de boselfjes. Wat ze gaan doen, ik heb oprecht geen flauw idee wat het plan is van de DBE. We zijn in ieder geval een stukje slimmer geworden dat we weten dat het van de boselfjes is. Dus excuses dat ik het niet wist. Maar de comments zijn een stuk slimmer dan ik. Goed, dan gaan we snel weer terug naar huis. Want, dames en heren, ik heb wat leuks op de planning staan. In de vorige video heb ik het gehad over dat je onder water kan ademen. En dan zou je zeggen onder water ademen. Dat kan natuurlijk met potions in Minecraft. Maar naast potions is er nog een manier om onder water te ademen. En dat is door een item genaamd de conduit. En die moet je dan plaatsen onder water. Daar moet je wat prismarine omheen plaatsen. En gelukkig heb ik daar heel veel van. Van iets van 20 afleveringen geleden toen ik een hele tempel onder water heb gesloopt. Maar als je die dan onder water plaatst met een prismarine constructie eromheen, dan zou je onder water kunnen ademen. Maar om deze conduit te krijgen, heb je Nautilus shells nodig. En die kan je krijgen door middel van te gaan vissen of door van die drowners te killen. Maar gelukkig heb ik in de vorige 2 video's aardig wat gevist. En hebben wij hier al in totaal 6 Nautilus shells verzameld, zoals je kan zien. Nu hoef ik er nog maar 2. En gelukkig heb ik hier een mooi hengeltje. Enig is dat mijn vissersplekje een beetje is verpest. Dus we moeten op de boot gaan vissen. Dus laten we wel even 5 minuutjes vissen. En kijken of we mooie Nautilus shells kunnen opvissen. Goed, jongens, we hebben alles wat we nodig hebben. We hebben lekker even een stukje lopen vissen of zitten vissen daar op het uiteinde van de boot. En het ding is, ik zit heel even te denken waar ik die conduit wil gaan plaatsen. Maar ik moet hem trouwens eerst craften. Dit is oprecht de eerste keer dat ik ooit in mijn Minecraft carrière, of nou, carrière, mijn Minecraft tijd, een conduit ga maken. Alleen, er is geen crafting table hier. Dat is weer een beetje onhandig. Hallo, is hier een crafting table? Hallo, crafting table. Nee, niemand. Hallo, boothuis. Heb jij misschien een crafting table? Waarschijnlijk niet. Moet ik nou helemaal naar mijn shulke boxjes toe lopen die ik hier heb staan om een crafting table te pakken? Ongelooflijk weer, hè? Oké, je zit op zijn minst hout in. Je kan een crafting table van maken. Nou, daar gaan we dan. Een conduit. Nog nooit gemaakt, maar dit is hem, jongens. Dit is het item waar ik het altijd tijd over heb. Het is een heel simpel, klein, vierkant blokje met een paar... Ik weet niet eens wat het is, eerlijk gezegd. Ik weet niet eens wat het voor moet stellen. Maar laten we de constructie even maken. Ik ga het niet heel bijzonder maken. Ik wil gewoon een klein, simpel dingetje hier op de bodem van het water maken. Puur zodat ik hier gewoon kan zwemmen en kan ademen. En ik ben ook benieuwd hoe groot het dan is. Ik ga het hier doen.
Hier op de bodem. Volgens mij hoeft het letterlijk alleen deze grootte te hebben zoals dit. Zo. Dan gaan we even ademen tussendoor. Dan hetzelfde zo om. Zo. Gaan we weer even ademen tussendoor. En dan nog één laatste cirkel eromheen op deze manier. En volgens mij als je dit doet en dan die conduit in het midden plaatst... wordt die geactiveerd en kan je ademen. Dat is blijkbaar hoe het werkt. Oké, dan gaan we nog één keer even naar boven. Nou, daar gaan we jongens. Kom maar op. 3, 2, 1. Ponk. En dan doen we zo. En dan... ja! Hij werkt! Oh mijn god. Ik dacht dat ik bijna dood ging trouwens. Op mijn levenswaren bijna. Of op mijn bubbeltjes. Maar kijk dit nou. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Oh mijn god. Hoe ver werkt dit? Ik kan onder water ademen, jongens. En ik heb hier nu, als ik hier onder water ga zwemmen... heb ik hier altijd gewoon night vision. Dat is chill. Nu kan ik altijd gewoon onder water kijken hier. Oké, ding is, ik heb wel wat extra blokken meegenomen... om hem ook een beetje mooi te maken. Al moet ik zeggen, in een andere video... wil ik hier echt iets heel lijps van maken. Of iets heel lijps, gewoon echt iets heel moois. Maar dat kunnen we natuurlijk alleen in een video doen... waar ik echt de aandacht geef aan deze conduit. Ik wilde hem nu gewoon puur plaatsen om te kijken of het werkt. Of ik daadwerkelijk zometeen of nu onder water kan ademen. En ja hoor, hij werkt gewoon. Ik kom één ding tekort. Wat irritant. Nou, maakt niet uit. Kijk hoe cool dit er ook uitziet. Ik heb dit nog nooit in Minecraft gedaan. Maar dit zit blijkbaar al heel lang gewoon in Minecraft. Wauw. Ik ben bang dat ik op sloop. Dus ik ga maar snel weg hier. Maar hoe ver, tot hoe ver kan dit? Tot hoe ver kan ik nu onder water gewoon kijken en ademen? Oh, wat ben ik hier blij mee. Nu kan ik deze onderwaterwereld hier ook een keertje gewoon helemaal aanpakken. Het ziet er natuurlijk niet uit hier. Dit is echt top. Hier ben ik zo blij mee. Kijk jongens, vissen doet nog wat goeds in Minecraft. Daarom moet je gewoon af en toe vissen. Kijk, het ziet er alleen niet uit, dat blokje daar in het midden. Maar dat maakt niet uit. Dat komt wel een keertje echt goed. Vertrouw me maar. Daar gaan we een keer wat leuks van maken. Hallo meneer de baby zombie. Ik ben helemaal niet meer bang om nu tegen jou te vechten onder water. Want ik kan gewoon ook ademen. Hé, een hengel. Dankjewel voor je hengel. Wauw, ik ben nu ook wel best wel benieuwd wat hier allemaal te vinden is. Kijk, daar is mijn schedel en zo. Oh, nu kan ik ook mijn schedel een keertje afmaken. Kijk jongens, mijn schedel, zoals je hier ziet, loopt eigenlijk helemaal niet het water in. En zo te zien werkt de conduit op deze afstand nog steeds. Oh mijn god, dus ik kan hier eindelijk nu ook gewoon een beetje onder water gaan klooien. Hallo vissies. Ik ben nu deel van jullie familie. Wat vinden jullie daarvan? Er is hier een grot. Wat is dit voor coole grot hier? Vissen, leidt me naar binnen. Waar gaan we heen? Wat is hier te doen? Een grot. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet heel interessant. Laten we hier weggaan. Maar goed, jongens. Dit is natuurlijk niet alles wat ik vandaag wilde doen. Dit was gewoon wel een van de... ja, ik was hier heel nieuwsgierig naar hoe dit zou lopen. Maar het werkt echt heel goed. En dit geeft heel veel mogelijkheden voor in de toekomst. In aankomende afleveringen gaan we echt dingen onder water doen. Dat gaat echt heel cool worden. Maar goed, laten we nu maar gewoon weer hier boven water gaan naar de normale wereld. Hoppakee. We leven niet in de kleine zeemermin voor vandaag. Het is tijd om mijn schippers, kapiteinen en piraten een handje te helpen. Want als het hier 's avonds donker is, zie je niet wat het verschil is tussen land, zee en water. Zee en water is hetzelfde, maar dat maakt niet uit. Het is op deze hoek hier veel te donker. Dus er moet een middeleeuwse piratenvuurtoren komen. Ik denk als ik hier een vuurtoren ga bouwen... dat het een perfecte plek is voor alle piraten die hier komen aanvaren. Want sommigen willen natuurlijk daarheen. Sommigen willen daarheen. Sommigen willen daarheen. En dan kunnen ze op zijn minst zien aan de vuurtoren hier... dat hier land is en dat ze op moeten passen met waar ze varen. Het ding is, ga niet een rood met witte vuurtoren... dit is zeg maar een vuurtoren wat jij nu in je hoofd... Als ik vuurtoren zeg, denk jij aan dit. Dit is wat jij gewoon denkt als ik vuurtoren zeg. Maar dat wordt het niet. Het wordt zeg maar... misschien ga je het niet eens op een vuurtoren vinden lijken. Maar ja, je moet een beetje denken aan piratentijd, middeleeuwen. Toen zagen ze er ook niet uit als een rood met witte toren, weet je? Dus het wordt een half huis, een halve vuurtoren. We gaan het zien in een timelapse in 3, 2, 1... Dus daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En de vuurtoren is af. En zoals ik al eerder zei, natuurlijk is het niet een zwart of een rood met witte vuurtoren. Maar is het een beetje een piratenvuurtoren. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om hem met sandstone te bouwen. De
gebouw als het ware. Omdat dat het meest dan toch uniek is vergeleken met alle andere gebouwen. Hij heeft wel een leuk blauw dak weer. Dus dan hebben we hier oranje daar, blauw, hier ook blauw. En dan wil ik denk ik hier misschien een soort groen, rood, paars. Nee, niet paars, groen of rood dak of zo. Maar weer een andere kleur. Maar in ieder geval voor nu, de vuurtoren is af. Het is heel moeilijk om een beetje van een mooi afstandje te laten zien. Ik denk dat ik hem vanaf hier... Ja, vanaf hier kan ik hem mooi laten zien. Kijk, zoals je ziet, daarbovenin hebben wij dan het lampje, als het ware. Dat is dan een shroomlight die ervoor zorgt dat, als het ware, het licht zo naar de zee wordt gereflecteerd. En dan voor de rest is het gewoon een huis van beneden. Het is natuurlijk niet alleen een toren, maar hij is ook gewoon bewoond of zo. En het interieur, jongens, ik ben nog nooit zo trots geweest op een interieur. Je doet de deur open en het is helemaal niks. Het is letterlijk helemaal niks. Ik moet het hele huis, moet ik überhaupt nog de funderingen van maken. Er klopt ook echt helemaal niks van. En ik hoor alleen maar mond. Wacht, dat gaan we gelijk oplossen. Het is echt de meest rare indeling voor een huis ooit. Maar dat komt wel goed. Ik wil in één aflevering, wil ik allebei deze huizen die ik hier heb, wil ik inrichten. Maar laten we eerst even kijken of we die stomme, irritante rotzombies er zo hier beneden even kunnen killen. Trek van mijn armor aan. Ik word helemaal gek van die geluiden namelijk. Nou, waar zijn jullie? 1, 2, hallo. Oh, jullie zijn met veel. Oh, jullie zijn met heel veel. Oh mijn god, ik ga het eerst belichten. Oh, wat zijn jullie met veel, hé. Oh, van die creepers moet ik voor oppassen. De creepers moet ik voor oppassen. Ik werd wel helemaal tijdens het bouwen al helemaal gek van die geluiden. Maar nu snap ik ook waarom. Oh, nee, dit gaat fout. Ja! Oh, dit ging helemaal niet fout. Dit ging helemaal geweldig zelfs. Ik denk, dat komt helemaal niet goed uit, die creepers. Maar hij heeft letterlijk het hele zootje vermoord hier. Alles behalve die skeleton dan. Maar die kunnen we zelf nog even killen. 1, 2, hoppakee. Ja. Ik werd tijdens het bouwen werd ik helemaal gek van al die geluiden. En nu snap ik ook waarom. Het stikte hier van de beesten. Maar goed, we gaan snel weer omhoog. Waar kom ik erin? Hier. Zo, hoppakee. Dat is ook weer mooi. Nou, in de andere aflevering wil ik de huisjes hier gaan inrichten. En zoals jullie misschien al in de timelapse hebben gezien, heb ik hier een paar soort van kratten met gekleurde poeder erin gedaan. En als je afvraagt, waarom nou weer gekleurde poeder? Wat is dat nou weer voor iets randoms? Maar het leuke is, jongens, ik vind die gekleurde poeders, vind ik een beetje op kruiden lijken. En in de piratentijd was het natuurlijk heel erg vanzelfsprekend dat piraten gewoon langs havens gingen en schepen gingen beroven en weet ik wat allemaal. En dan kruiden gingen stelen van andere locaties. En ik vond dit gewoon oprecht op een soort kruiden lijken. Alsof dit nou gewoon bijvoorbeeld paprika poeder of zo is, weet ik veel wat, weet je. Dat gebeurde gewoon in die tijd. En als je niet afvroeg waarom er gekleurde blokken lagen, nou, dan heb ik het bij deze alsnog uitgelegd. Goed, in een van de volgende afleveringen wil ik dan dat eiland daar en dit eiland hier wil ik ook dingen op gaan bouwen. En dan wil ik hier ook nog een bruggetje maken, jongens. Maar dat betekent dat er nog 2 schiereilanden leeg zijn voor dingen die gemaakt moeten worden. Ik heb deze 2 bedacht. Ik heb hier een boothuis en een vuurtoren bedacht. Maar nu is het leuke natuurlijk. Nu is het jullie beurt. Wat moet er op dit eiland komen? En wat moet er op het eiland hier komen? Vooral het eiland hier wil ik heel voorzichtig mee zijn. Omdat dit het eiland is wat het meest in beeld is, als het ware. Dit eiland zie je. Maakt niet uit waar je bent. Je ziet eigenlijk bijna ten alle tijde dit eiland wel waar we nu op staan. Dus als jullie hele leuke ideeën hebben, laat het zeker even in de reacties weten. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal achter gaan laten. Het is een mooi eiland. Dat daarachter is ook een mooi eiland waar dingen op kunnen, dus brand maar los in de reacties. Maar ik bedoel niet de fikkie stoken, dat ze zonde zijn van de reacties. Maar kom maar gewoon met goede reacties. Goed, dan ga ik nu snel even iets doen wat ik eigenlijk vorige aflevering wilde doen, maar niet genoeg levels zat. En dat was mijn fishing rod renamen naar, als het goed is heb ik hier buiten een anvil. Daar komt hij. Kapitein Haak. En dat kost 16 levels. Enorm zonde van mijn levels, maar het is het waard. Kapitein Haak, hoppakee. Helemaal top. Gaan we heel even de oceaan vervuilen met wat blokken die ik eigenlijk niet meer wil hebben. Zo, tot ziens. Ah, wat zijn we weer goed bezig, hè, jongens. Wat zijn we weer goed bezig. We hebben gewoon een vuurtoren gebouwd. We hebben hier onder water een conduit geplaatst. Die natuurlijk nog wel mooie details nodig heeft. Maar dat komt zodra we de hele onderwaterwereld hier gaan bouwen. En wat er ook gebeurd is, maar dat is eigenlijk voor deze aflevering al gebeurd. De hele winkelvallei is opgeruimd, jongens. Er was natuurlijk, alles was nog in Kerstwinkel. Kijk, je hebt hier nog de kerstwinkel, maar die blijft natuurlijk. Dat is gewoon de kerstwinkel. Maar bijvoorbeeld de cowboyhoed was een kerstmuts. Overal hingen slingers en kerstballen en er stonden kerstbomen hier en daar. Maar ik kwam gisteren online en toen waren meneer KB, Char, Joris en als het goed is Harlow waren bezig met het opruimen van de winkelvallei. En toen heb ik heel even een klein beetje geholpen. En eigenlijk het enige wat ik gedaan heb is de kerstmuts van de golem gesloopt. En toen heeft Char weer een nieuwe hoed gebouwd. En dat ging een beetje zoals dit.
Nou, het geeft heel wat rust dat de winkelvallei weer is opgeruimd. Ik ben benieuwd wie met de volgende poster hier komt. Er staat op Merry Christmas. Dat is het enige wat nog aangepast moet worden. Maar het geeft wel echt weer rust. Gewoon even alle... Het kerst was leuk, maar het is wel fijn dat het weer is opgeruimd. Goed, dan wil ik nu heel eventjes naar de Nether toe. Ik wilde deze portal laatst weghalen. Maar het ding is, volgens mij zijn de boselfjes begonnen aan een Nether Hub. Even kijken hoe dit eruit ziet. Oh, oh! Oh mijn god, ik schrik me kapot. Ik val naar beneden. Even kijken hoor. Ja, de boselfjes zijn begonnen met de Nether helemaal een makeover te geven. Dit is het winkelgebied, de winkelvallei. Deze grote portal hier in het midden. En zo te zien is dit dan een pad wat naar meneer KB toe gaat. Dit zou een pad zijn wat naar mij toe zou gaan. En ik denk ook Floor en René. Die gaan natuurlijk daar. Oh, dat is misschien die portal dan. Ja, ik zie dat ze druk bezig zijn met van alles en nog wat, jongens. Ik zie dat de boselfjes druk zijn. Maar volgens mij hebben ze gevraagd dat iedereen wel moet helpen. En zo te zien is hier... Oh, ik val bijna in de lava. Van alles en nog wat ontploft. Ook niet heel handig. Maar ik denk dat ik ook dan maar een keertje moet gaan beginnen met een mooie netherportal maken. En jou ga ik terugslaan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja! Oké, laten we snel weggaan voordat we alles opblazen. Oh, nee. Mijn portal! En ik denk dat ik wel een leuk idee heb voor mijn portal, jongens. Want als ik mijn schedeleiland in wil, ga ik altijd over de brug... Wacht, laat ik wel even zien. Als ik schedeleiland in wil, klim ik hier altijd op mijn boot. En dan kan ik hier over de brug zo naar schedeleiland. En dan via deze deur hier, hoppakee, kom je gewoon in het prachtige schedeleiland hier binnen. Terwijl ik hier beneden bij de schedel zelf... En dan bedoel ik natuurlijk hier ook een hele mooie ingang heb. Dus wat nou als we hier dit even dichtbouwen erachter... En dan gewoon van mijn schedel hier... Een netherportal maken. Dus in zijn mond zit een netherportal. En dan bouwen we hier met wat lilypads en wat kleine bootjes. Een, weet ik van wat, een route naar het strand. Dan killen we deze squid hier even. Ik weet niet waarom. Dan gooi je het ook gewoon weg. Maar ik denk dat dat wel leuk is, hè. Want dan kunnen we mensen die hier de netherportal komen moeten direct over het water. Dat maakt het ook wel heel piraatachtig. Laten we dat gewoon gelijk doen. Ik denk dat dat niet heel moeilijk is om te bouwen. Even kijken of ik daar de spulletjes voor heb. Of ik moet überhaupt obsidian en hout hebben. Dus dat komt wel goed. Heb ik obsidian genoeg? Dat is een grote vraag. Ik heb er 8. En hier heb ik er 45. Ik heb meer dan genoeg obsidian. Jemig. Dan halen we heel eventjes al die shulkerboxes op die ik gebruikt heb voor oudere projecten. Er zit waarschijnlijk nog genoeg hout in voor wat simpele bootjes en zo. Dan doe ik deze twee hier met de crafting table. En dan bedoel ik natuurlijk het hele zooitje dat ik hier heb geplaatst. Zo, hoppakee. Goed, laten we even kijken wat voor gekkigheid wij dan allemaal kunnen creëren. In principe hoeft het niet heel ingewikkeld te zijn. Ik bedoel, zijn mond kan gewoon vol zitten met gras natuurlijk. Omdat het is al, het moet echt een hele oude netherportal voorstellen. Dan denk ik dat we hier de portal kunnen maken. En die dan helemaal kunnen inbouwen met steen. Ja, als het goed is heb ik genoeg steen bij me, ja. We improviseren gewoon een beetje, jongens. We hebben genoeg obsidian om wat geks te doen. Maar hij moet wel vierkant zijn, dat is het ding. Zo, ik denk dat dit wel groot genoeg is. Want extreem groot hoeft hij nou ook weer niet te zijn. Even kijken, hoe ziet dit eruit? Het gaat waarschijnlijk niet uitzien. Nee, maar dat maakt niet uit. Het doel is dat we hem toch helemaal inbouwen. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Een beetje zoals dit. Een beetje hier in een blokjes plaatsen. Hier eentje... Dan hier nog eentje. Wat heb ik allemaal in die shulkerboxes bij me? Ah, helemaal niet zoveel bijzonders. Kijk, dit is handig. Tuf ook. Wat hout kan geen kwaad, maar niet te veel. Dit komt altijd van pas. Kijk, nu kunnen we namelijk een beetje met gekke blokken hier en daar... kunnen we hem gewoon aankleden. Een beetje tuf in de muur zo. Hoppakee. Hier ook nog een beetje. Blackstone erbij gooien, waarom niet? Wat andesite hier en daar. Oh, dat is tuf. Wat leaves erbij. Want hij moet echt oud lijken. Alsof het echt een eeuwenoude netherportal is. Ja, daar begint het nu al op te lijken. En dan hierachter moeten we het ook dichtbouwen natuurlijk. Dat kan wel gewoon met een redelijk dicht stuk. Gewoon een beetje zoals dit. Met een mooi gradientje erin. Nou, dit ziet er toch leuk uit. Je hebt niet eens... Oh, ik val in het water. Je hebt niet eens door dat hier een netherportal zit. Althans, wel als ik hem aansteek. Maar daarvoor niet. Hier, kijk. 1, 2, hoppakee. Ik moet zeggen, dit is wel echt een perfecte plek voor een netherportal. Dan gaan we het een beetje hier... Een pad creëren, maar ook niet weer te veel. Heb ik? Ja, ik heb coarse dirt bij me. Dan komt die coarse dirt erbij. Mieteren zoals dit. Dan wat gras erbij ploppen. Wat blaadjes. Hier maken we ook een blaadje van. Dit ziet er... Ik vind dit er echt leuk uitzien. Ik vind dit er echt heel leuk uitzien. Oké, waar gaat dit alleen heen, is de grote vraag. Waar kom ik nu in de nether uit zodra ik hier mijn portal instap? In... Dat is letterlijk dezelfde locatie. Dat betekent als we deze een beetje opschuiven... Wacht, heb ik genoeg bij? Ja, oké. Hier, als we deze een beetje gaan opschuiven. Kijk, dan kan ik nu letterlijk hier gewoon mijn netherportal plaatsen. Hier, dat doen we even zo. 1, 2, 3, 4. 4. Want ik heb 14. Dus als het goed is, kan ik hem gewoon
op de breedte maakt zoals je hoort. Oh, wacht trouwens. Nee. Oh, ik heb meer obsidian nodig. Oké, nee, maar dat maakt niet uit. Ik heb meer nodig dan dat ik bij me heb, jongens. En ik wil uiteindelijk ook een mooie portal hebben. Ik ga hem nu gewoon heel even tijdelijk maken hier. Want ik denk niet dat dit ook de exacte locatie gaat worden. Althans, dat gok ik. Oh, ik heb wel genoeg bij me trouwens. Het is maar heel even tijdelijke portal, jongens. Geen zorgen. Zo, hoppakee. Zet ik er ook heel even een bordje bij. Tijdelijke portal knalnut. Zo, tijdelijke portal knalnut. Ik moet zeggen, het ziet er wel wat netter uit dat hij nu gewoon in één rechte lijn naar de winkelvallei gaat zoals dit. Maar het is wel nogmaals een tijdelijke portal. Want ik wil wel hier een echt mooi design hebben in de Nether. Dan ga ik niet zomaar even zoals dit simpel bouwen. En dan gaat deze hier weg. Deze namelijk door die kant. Deze moet weg. Hij moet namelijk gewoon gelinkt worden aan de portal die nu in het schedel daar zit. Oké, okay, dan ben ik benieuwd als ik nu weer terug ga naar mijn schedel. Of dan de portal werkt. Nu, zeker nu ik die daarboven heb weggehaald. Ik heb zoveel spullen bij me. Zo irritant. Oké, okay, de grote vraag. Gaat die werken, jongens? Oh, hij ziet er echt leuk uit. Ik vind het er zo leuk uitzien hier binnen. Gaat die werken? Alsjeblieft. Alsjeblieft, kom op een goede locatie. Nee, wat is dit? Oh nee, dat meen je. Hij moet wel verplaatst worden. Oh, dat is heel irritant. Dat vind ik echt heel, heel spijtig, dit. Nou, dan is het in ieder geval duidelijk dat je voortaan dus niet door die tijdelijke portal van mij moet gaan daar. Die gaan we dus ook weghalen, want die werkt niet. Die portal daar, die werkt niet. Het is die. Oké, okay, maar maakt niet uit. Het is toch tijdelijk. Dat moeten we dan wel snel gaan fixen, want nu gaan mensen die via de Nether naar mij toe komen heel verward zijn dat de portal daar ineens weg is. Want deze moeten we nu weer weghalen. Nou, ik zelf reis eigenlijk bijna nooit meer via de Nether. Dus voor mezelf is het niet zo'n groot probleem. Goed, dan zetten we gelijk het bordje opnieuw neer hier. Portal staat rechtsonder tijdelijk knalnut. Zo, dus dan denken mensen rechtsonder. Waar hebben ze het over? Maar als je naar hier naar beneden loopt en je kijkt naar rechtsonder, zie je mijn portal staan. Het is wel vervelend dat je nu elke keer helemaal daar naar beneden moet. Maar dat maakt niet uit, jongens. Dat is geen probleem. Voor mij op tenminste. Oh ja, dit is leuk dat je nu in het schedel hieruit komt. Dat is echt heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Hele nieuwe plek gewoon. Wat ik dan ga doen voor nu is even een barrel hier plaatsen. Die doen we dan hier plaatsen. Zo, hoppakee. Met een sign erop. Pak hier jouw bootje. Hoppakee, pak hier jouw bootje. Dan heb ik heel wat hout nodig om bootjes mee te maken. Birch... Nee, ik wil geen birchbootjes maken. Er liggen er overal zometeen birchbootjes door mijn basis verspreid. Ik heb vast wel sprucehout ergens. Dark ook. Dark ook mag ook. Dat zijn ook prima bootjes. Kijk, dan stop je hier helemaal propvol met bootjes. Dat mensen altijd genoeg bootjes kunnen pakken. We kunnen zelfs nog meer bootjes maken. We kunnen echt heel wat bootjes maken gewoon. Zo, als het goed is, zit hij helemaal vol. Als mensen hier komen en ze hebben geen elytra zoals ik, kunnen ze hier gewoon een bootje pakken. En makkelijk varen naar waar ik op dat moment ben of wat ze hier ook willen doen, weet je. Halen we dit weer weg. Zo, dan pakken wij dit bootje hier. En dan varen wij netjes naar mijn eigen schip toe. Helemaal geslaagd dit. Helemaal geslaagd aflevering. Goed, dan lopen we nog even naar boven op mijn schip. Hallo piraten, hoe is het met jullie? Ik heb jullie echt een tijd niet gezien. Hallo Ron, hoe is het met je? Wie hebben we hier? Hier hebben we Naamloos, Hermeline, Penelope. En Harry is nog steeds vermist. Dat is echt heel verdrietig. Kapitein Snavel, jou heb ik ook al een tijdje niet gezien. Hoe is het met je? Waar ben je? Kapitein Snavel? Hallo? Hallo? Heeft iemand kapitein Snavel gezien? Wat doe je daar? Kapitein Snavel, wat doe je hier beneden? Kom eens, joh. Kom eens naar boven. Hij zei, oeh, is hij daar beneden? Iemand heeft hem naar beneden geduwd. Iemand heeft kapitein Snavel naar beneden geduwd. Wie is er zo gemeen geweest? Kom maar, Snavel. Kom maar, op mijn schouder. Oh, dit heb ik een tijdje niet gezien, jongens. Kapitein Snavel op mijn schouder. Laten we jou weer gewoon in... We gaan jou... Nou, jij wil buitenlucht hebben. Hier hoor jij thuis op deze barrel. Dat is precies waar je altijd thuis hoort. Waar ga je heen? Waar ga je helemaal heen vliegen, joh, Snavel? Wat wil je? Maar je wil op mijn schouder. Ja, ik snap dat je op avontuur wilt samen, maar dat is gewoon te gevaarlijk. Je hoort gewoon hier thuis. Weet je? Waar je nu landt, daar mag je chillen. Ik vind het helemaal prima. Bij de TNT, wil je hier chillen? Dan is dit je nieuwe chillplek. Helemaal prima. Klimmen we even in de mast omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken in deze video. Zoals jullie kunnen zien, hebben wij daar een prachtige vuurtoren gebouwd. Ziet er goed uit. We hebben daar de conduit geplaatst. We hebben een nether portal verandering gedaan. Er moet wel nog een pad met bootjes komen of zo. Maar voor nu heb ik even tijdelijk wat kleine bootjes geplaatst. Omdat het toch wel wat meer werk zou worden dan ik had verwacht. Want als ik alleen bootjes doe, dan moeten er ook mooie details omheen. Dat gaat toch wel weer even duren. Dus misschien dat ik dat dan gecombineerd met het onderwaterpakket ga doen. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het nou zo'n leuke video vond, klik dan even op die abonneerknop. We zitten bijna op die 370.000 abonnees volgens mij. We zitten nu ongeveer op dit. Dit is het precieze aantal dat we nu hebben. Gewoon leuk. Heel mooi. En nu je toch in dit gebied hier aan het kijken bent, kijk dan
dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content 2 deel. Heb je die nou nog niet gezien? Dan moet je hem zeker even kijken. Dan ben je namelijk helemaal up-to-date over alles in Content 2. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt op 4, flesje bier. Tot de volgende keer.